Je hebt net het parcours bekeken van het EK op de weg in Alkmaar. Wat vond je ervan? Ik vond het een heel mooi parcours. Echt wel, je ziet Alkmaar echt gewoon van een hele mooie kant door het centrum en kasseienstrook erin. Dus ik vind het een heel mooi parcours en ja, veel bochten. En ik denk dat het wel een mooie wedstrijd gaat worden. Nou hebben we hier natuurlijk geen echte bergen, hoogstens een paar duinen, maar die zitten niet in het parcours. Hoe moet die wedstrijd dan toch selectief worden? Ik denk door de kasseienstrook en een stukje door het centrum. Dat is heel bochtig. Als daar vol wordt gereden, dan is het op één lint. En dan komen mijn gaten en wordt het zwaar. En op de kasseienstrook kan je het ook zwaar maken. Dus ik denk dat het op die manier wel pittig kan worden. En dan kom je natuurlijk uit de regio. Ja. Normaal gesproken moet je misschien met vliegtuigen, met de trein ergens naartoe voor een EK. Ja. En nu zou je bijna op de fiets kunnen. Ja, dit is echt heel raar. Je moet echt wel denken van oké, het is een EK en niet gewoon in Nederland gewoon een wedstrijd. Het is echt wel heel apart, maar wel echt super gaaf dat het gewoon zo dichtbij is. Ja.